Dit zijn Katinka, Tatjana en Davy. Ze raakten onverwacht en ongewenst zwanger. Ondanks het feit dat ze nog maar 15 jaar oud is, besloot Katinka, Tatjana het kind te houden. Het nakende vaderschap zorgt bij Davy echter voor twijfels en vragen. Na 7 maanden in de zwangerschap wil Davy dan ook eens onder 4 ogen praten met Katinka, Tatjana. Ik zit niet meer zitten na. Zijn dat 2 woorden? Dit zijn Katinka, Tatjana en Kenjani. Na de breuk met Davy viel Katinka, Tatjana in een zware depressie. 4 dagen later echter vond ze opnieuw het geluk bij Kenjani. Ze leerde hem kennen tijdens het roken op de speelplaats en het klikte meteen. Toen ze hem vervolgens vertelde dat ze zwanger was, twijfelde Kenjani geen seconde, want de band die ze hadden opgebouwd was al te sterk. Hoewel Kenjani niet de echte papa is, kan hij zich best vinden in zijn toekomstige vaderrol. En hij doet dan ook alles om zich ten volle voor te bereiden. Echt, hè, papa, in mijn... Goed, dat is smeerlap. Ja, in mijn mondje alleen laten zitten. Mijn sms'ke. Dat hij in mijn zag zitten. Pertanga was erbij in het begin, dus je zou pijzen, hè. Maar... Ja, ik verstond dat, hè. Hoe kun je dat nou doen, ja? Gewoon een volle vrouw laten zitten. Ja, ja, je moet je verantwoordelijkheid pakken, hè. Ja, ja. Ik pak mijn verantwoordelijkheid. Ik vind, als je een vrouw pakt, dan pakte ze hele ganst. En ik pak Katinka, Tatjana hele ganst. Allee, ja, ik bedoel, het is ook mijn zout, hè. Oeh, dat is toch mijn wel. Jawel, hè, mijn zout zit op de hoek. Ja, zo ja. Toen Katinka, Tatjana zwanger raakte, kwam dit als een hele verrassing. Want ze vrijt altijd veilig. Ja, ja, ik had mijn pil gepakt, ja. Maar ja, dat was een vrijdag. Hé, dat was een vrijdag, hè. Ja. Maar waar ga je er niet bij? Dat was nog met een ander. Ja, zei. Waar ga je er niet bij? Dat was een vrijdag en ik heb die tijd gepakt. Maar ik vind dat ook stom, hè. Ze steken dat voor alle dagen een pil in, maar... Allee, wie poept dat nou op een maandag? Alsof je start het weekend, zeg. Moest ik die dan altijd wegsmijten, hè, had ik meer dan een helft over om duur. Pas niet dat dat werkt, jong. Pas dat niet. Dat is dik en brol, jong. Ah ja, zie mij zitten. Ja, voilà. Ik heb ze gepakt, hè. Voilà, Ize, kijk de pil. Dat werkt, kijkt. Hè. Dat is hetzelfde... Ik ben verleden week nog voor ons kat voor dat vloeiendingsje geweest, hè. En zit er nog altijd af. Ja, dat is echt... Dat was geen, hè. Nee. Dat is bro. Pas op, na het wel op, hè. Oh ja, ziet dat er een enige nog een tweede bij komt of zo. Dan hebben we geen plus. Ja, geen plus hebben een tweede. Nee, geld ook. Allee, ja, dan stikt dat dan nog. Het is 3 uur in de namiddag, wanneer het jonge koppel ontwaakt. Ze zijn iets vroeger uit de veren. Want vandaag zet ze een grote stap in hun relatie. Katinka, Tatjana heeft besloten om haar nieuwste liefde voor te stellen aan haar mama. Sinds haar tienerzwangerschap is de band met haar moeder sterk verzwakt. Ze hoopt dan ook hiermee het vertrouwen te kunnen herstellen. Moet nou staan, pezen, zie je wat je ermee doet, van wie nest? Weet je het van wie dat is? Wat nou, ja. Ja, ik weet van wie dat is, maar je mij al laten zitten. Oh, maar ja. Wat moet ik daarvan zeggen? Je hebt dat tv meegebracht, kan je dat niet kwaad op zich, hè? Ze zullen nog een vrouw gehad en het hebben op haar mullen, hè? Ik heb een nieuw lief. Oh ja, ho. Ken Jani. Een buf? Ken Jani. Een meisje? Maar nee, dat is geen masker. Ken Jani, dat is een gast, dat doe je toch? Dat is van Kenny en Jani, hè? De Evers kost niet kiezen tussen Kenny en Jani. Ja, moet niet veel zeggen, hè, wat een naam met Kikna, Katinka, Tatjana. Sorry, hè, dat is ook geen bijnaam. Shania Perli. Ja, Shania Perli. Ja, wie namen kregen? Ze kan een extra paspoort voor mij om mijn namen erop te krijgen. Hoe kan je... En is dat van hem bekend? Nee, maar hij wil je wel verzorgen. Hij wil je verantwoordelijkheid oppakken, zei hij. Had hij hem door de deuren gepasseerd, dan is hij hem ook nog eens, hè. Maar dat is niet waar. Maar ja, hoi. Had ze nou eens aan het samen, waar was dat Kevin? Kevin, Nico. Ja.
Waarom zijn er allemaal heel de tweeling daar, dat je er al dit de zon hebt? Moet je hem een keer zien? Ik kan hem wel eens gaan halen, hij zit op mijn kamer. Nee, ik moet dat niet mee, omdat ik krapuleer ben. Maar hij zit je binnen. Op je kamer? Ja. Hij is toch alleen een koer als je begint. Ja, maar ja. Hij houdt voor de ei. Hij moet dan aan je moeder niet vragen. Hij moet niet aan drie weken en hij ziet dat niet. Wat dat op de rast aan volk? Ja, dat kan ik toch niet aan doen, dat gaat dan niet eens zien lopen. Dat is Kenjani. Joe. Ja. Ik vind gewoon, ga je met mij zingen als een zoon en ik ga je... Als moeder. Ik ben na aan een zoon en ga je zitten als een ma voor mij. Maar ik zag het even zo, nee, gewoon wel wat neerzetten. Ja, dat een zoon van jou wil zijn en dat gewoon een beetje zijn moeder zijn vanaf kan mij. Ik, kan ik er al, kan er al kinderen genoeg? Dan heb je een kleindochter bij of een kleinzoon, kan met een schel. Hij zit nu dan allemaal met mijn zoon, maar geen zoon, hè. Had je hem doen voor job en dan verzeker hij een job, van waar komt hij hem? Van zijn moeder zou ik van niet. Maar toch een brommer? Maar dat brommer, wat hij hem dan mee doen? Wat hem verkopen voor miljoenen en miljarden? Ik kom verder zeggen, gelijk als mijn eigen kindje. Ja, dan zit er een kind dat jij er nog een groter kind mee. Zeg, dat is dat een van mij zal zeggen. Dat ga ik wel niet te veel moeten. Maar als vrienden zorgen, maar half wat jij hem dat doet en dan verzeer zijn job. Wat voor werk dat je doet? Papier. Wat is dat papier? Hoe je daar bij mijn klant nog een spil op? Wat is dat hier? Ja, ik koop papier op. Wat papier heb je? Want dat stopt maar briefjes van 500, zie je? Als je papier op holt. Je moet luisteren, hè. Ja, maar ja, mijn handboer nog niet, want je dan met een omleefde op ook, hè. Ik heb dat nog niet verstaan, alleen. Maar mijn handboer, wat ga je doen? Zeg, dit is jou, hè. Ga je nog wat aan, hoor. Ja. 5 keer is het om. En wie dan nog dat ze kunnen doen? 50 keer, 80 keer. Stond dat niet af. En je hebt dat afstand. Kijk, ik heb een tijden gekregen. Nou, had ik met een tijden gekregen, nog. En toen zonder met dit doen, dan kan ik niet dat rozen, hè. Dat loost niet. Dat loost niet. Dat niet loost. Hoewel het eerste contact wat stroef verliep, heeft Kenjani er toch een goed gevoel bij. Het was wel goed, hè? Goed. Ik hoop dat het zal beter. Ik vind Amma, ik vind ze vriendelijk, hè? Dat is een goeie madame. Maar ik verstond er geen kleuten af. Ja, chance misschien dat er niks van verstond. Maar... Dat was niet schoon, zei wat dat soms zei was. Is dat waar? Als ik bezig met mijn overheid, dan helemaal naar de markt gelopen, dan moet ik mijn pakken en helemaal met de kietjes vullen. Maar je ziet dat wel, maar wat hè? We zullen zelf zien. Oh, sorry, wij vindt. Ik vind het een sympathieke. Allee, ja. Ik vind. Dat is de ideale oma, hè. Moe, maar voldaan zetten de toekomstige ouders hun weg verder. Morgen wacht er hen nog een belangrijke stap, want dan gaan ze voor het eerst op bezoek bij de gynaecoloog. Hoe is dat nou verdomme meegelijk? Eerst die zwanger, ten dander zwanger door. Godver. Hoe is dat godverdomme meegelegd, zeg? Godverdomme. En ten, dan er ook nog zwanger. Dat is, wij zat dat in mensen nog niet gebeurd is, hè. Godver. Ik zweet eraf. 15, zie ze daar zitten, hè. Ik ben er niet goed van, hè. Zeg. Godverdomme, 15 jaar, zeg, je zou beter een beetje een veerbeeld pakken dan dat broer, ze. In plaats van zwanger te zijn. Die is niet zwanger, ze. Zie je hem dus, he, op zijn gemak kan ik in de zetel liggen, ze. Jongen, hoe moet je, ze, liet hem dan liggen, hè? He.